Lopen is, zoals iedereen weet, gemakkelijker en minder vermoeiend dan staan, omdat het verliezen van de balans en het snel hervinden ervan minder spanning veroorzaakt dan de poging het zeer flexibele, subtiel uitgebalanceerde mechanisme in één positie te houden. Align. To adjust or form to align. To range or form in line. To bring into line. Lopen is gemakkelijker en minder vermoeiend dan staan. Bij het staan zijn er in feite veel meer kleine bewegingen van meer kleine delen in het lichaam die samenwerken. Niet bewegen voelt zelfs onnatuurlijker aan dan in beweging zijn. Vandaar dat ons lichaam, om stil te kunnen staan, bewust en zeer direct door onze wil geleid moet worden. When a body is in balance, then the forces tending to push it to the left are balanced by forces tending to move it to the right. It is being held up by a force equal to that which pulls it down, and is being restrained from spinning clockwise by equal counterclockwise forces. Walking, as we all know, is easier and less fatiguing than standing, since the process of losing our balance and quickly recovering it, as in walking, causes less strain than the effort to keep our delicately poised mechanism in one position.